Goedemiddag meneer Daniels, hoe zit het ermee? Het gaat heel goed, hè. Vandaag is de dag van de Rhythm and Blues, hè. Ja, dat is eigenlijk gisteren al begonnen, hè. Ja. Ja. Het was gisteren heel goed. Het is een nieuwe locatie. Niet ver van de oude. Eigenlijk aan de overkant van de weg. Heel, heel mooi ingericht. Heel praktisch. Twee podia, dat is de grote verandering. Ja. Maar het past heel geweldig goed bij elkaar. Het voordeel is, ondanks het feit dat er twee podia zijn, dat de ene groep heeft gedaan, dan begint men eerst met de volgende groep op het andere podium. Dus de mensen genoten. Ik had er een beetje schrik voor, maar ze zijn goed opgekomen. Is de nieuwe locatie omdat ze aan de wegen werken zijn, of is dat voor altijd die locatie nu? Of ze voor altijd is, dat weet ik niet. Maar ze zijn naar een ander decor willen overstappen, waar veel bomen zijn. Ah, okay. Waar het open landschap is. U bent een van de oprichters van vroeger, hè? Van lang geleden, ja. Lang geleden, hè? Van 1983. Het kriebelt dat niet als je straks gaat kijken? Dat je denkt van, wat ik toch maar blijven doen? Nee, ik kan het onderdrukken. Was het vermoeiend allemaal? Het is fijn. Ja, uiteraard is dat vermoeiend, hè. We werken daar toch wel bijna een gans jaar aan om zoiets voor elkaar te krijgen. Begin maanden heel kalm, ja. Maar dan op het einde komen er allerlei zaken kijken. Ja, ja, ja. En wat is het mooiste wat je daar hebt meegemaakt tot nu toe? Van uw tijd, ja. Veel zaken. Ik heb eens ooit aan iemand gevraagd of die wilde meewerken in de keuken. Ze zei, ja, kan, maar ik moet van ver komen. Ja. En ik raak er nog wel de eerste dag, maar ik raak niet thuis. Zoek je en de chauffeur of zoiets voor mij, ik was dat vergeten. En s'avonds om 10 uur roep ik iemand die ik goed kende. Ik zeg, wil je de juffrouw naar huis doen? Ja, het is andere dagen. Ik zeg, nu denk ik er vroeger aan. Ja, maar het hoeft niet meer, ik rijd terug. Een paar maanden later krijg ik een uitnodiging. Ja. Huwelijk. Ah. Aankondiging. En nog iets later krijg ik een jaar later het bericht, geboortekaartje. Ja. Een dochter en ze heette Michelle. Serieus? Ja. Heeft ze naar u genoemd? Ja. Dat is een mooie anekdote. En aan welke artiesten heb je een hele goede herinnering aan? En aan welke artiesten minder goede herinnering? Ik heb aan alle artiesten heel goede herinneringen. Allemaal zo lieve mensen. De ene is een beetje moeilijker dan de ander. Of de ene heeft een beetje meer naambekendheid. Maar dan moet je, als je zoiets organiseert, zelf niet moeilijk om doen. Je weet dat vooraf als je zo artiesten boekt. Hè. Ja, ja. James Brown heeft hier ook opgetreden, was nee, dat in nee, die tijd? Nee, die heeft hier niet opgetreden. Ik dacht dat hij hier had opgetreden, nee, James Brown. Nee. Steve Ray wel, hè? Steve Ray Vaughan heeft hier in 1988 opgetreden. Voordat hij verongelukt is, hè? Een jaar voordat hij verongelukt is, ja. Was dat een vriendelijke man? Ja, dat is een vriendelijke man. Nu, met veel van die artiesten heb je niet echt heel veel persoonlijk contact. Je ziet die, je schudt die in hand omdat je dat organiseert, omdat dat je taak is. Die zijn vriendelijk en die gaan het podium of die spelen een set. In dit geval Stevie Ray Vaughan, die moest dringend verder. Want die moest nog in Scandinavië, ik denk in Noorwegen, niet dezelfde dag, maar toch de dag nadien een concert gaan spelen. Ah, oké. Okay. Dat is goed. U bent niet op pensioen, hè? Ik ben nu op pensioen, ja. Of met pensioen ben ik. Met pensioen, hè. Ik zou zeggen, geniet daar zelfs van en bedankt voor dat je dat ooit voor Peer hebt georganiseerd. Graag gedaan. Want je bent een van de oprichters toch eigenlijk, hè? Ja. Ik ben initiatiefnemer. Initiatiefnemer, oké. Okay. Dankjewel, meneer Daniels. Graag gedaan. Dag, hè. Dag. We'll be right back.
Thank you.
bedankt.